Weer al maandag, zegt, gaat snel. Als ik me niet vergis, ik hoop dat ik me niet vergis, want ik moet dat hier presenteren, zitten wij al aan de 12e talkshow van Live Comedy. En deze keer echt een pareltje. Over mij zit een echte man toch wel. Eentje die van alle markten thuis is en eigenlijk alles kan. Van DJ tot publieksopwarmer tot verslaggever van de harde actualiteit. Het staat allemaal op zijn cv. En dan doet hij er nog matchmaker en DJ bovenop van tijd tot tijd. Het is duidelijk, tegen iedere uitdaging zegt hij geen nee. Wie weet is het ook een echte vleier? Ik weet het niet, dat ontdek ik vandaag, want hij zit hier voor mij. Het is Sven de Leijer. Hallo. Hey. Goedendag. Alles goed? Jazeker, wat een mooie woorden. Het is de eerste keer dat ik een echte man genoemd word, dus ik ben een nu echte al... Man? Maar ja, jij... Nee, dat weet je niet. Maar tuurlijk, ja. Jij bent toch een viriele man dan hier voor mij zit, Allee, ik ben blij dat jij het ziet. Jij bent ook een heel verstandige vrouw, maar meestal ben ik zo de schattige of de brave. Of... En nu eindelijk een keer. Ja, maar ik moet dat wel nog een beetje ontdekken. Hè? Ja, ja. We hebben nog maar net kennis gemaakt. Weet je mijn naam nog? Ja, ja, Charlotte. Oh, ik zeg altijd andere namen. Dat is toch veel plezanter dat ik een foute naam zeg. Mm-hmm. En dan ga ik zelfs een keer Lisbeth zeggen en dan Els. En tegen het einde van de aflevering ga je horen dat ik uiteindelijk je naam wel wist, maar dat ik het gewoon plezanter vind om je naam verkeerd te zeggen. Oké, ja. Nu shit, ik kom zo niet direct op een schone naam in plaats van Sven. Hè? Godverdorie. Misschien past Sven gewoon supergoed bij mij. Ja, dat is wel waar. Dat zou wel kunnen. Een echte man, Sven. Alles goed met u? Ja, zeker. Heel goed. Misschien van ver komen? Hey, ik kom nu van Tervuren, waar ik halftijds woon. Dus ja, dat was een urke. Een uurke, ja. Ah, voilà. Veel mee in het verkeer en zo. Ja, en ik kan u hier geen mega applaus geven. Hè. Allee, ik kan dat alleen doen. Hè, maar dat is op zich al vriendelijk. Ja. Dat is wel wat je gewend bent, hè, als publieksopwarmer. Meestal geef ik het zelf. Hè. Dus in dat opzicht verwacht ik niet dat mensen veel voor mij applaudisseren. Ik probeer samen met het publiek applaus te geven voor de mannen of vrouwen die de show komen doen. Aha. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste. Dus ik geef het liever dan ik het krijg. Oké. Oei, dat is wel geen dubbel bodem insteken. Dus, zullen we dat nog eens opnieuw doen? Ik zal u aankondigen en misschien wat motivatie in de zaal brengen. Ziet wel maar twee mannen in een paardenkop. Ja. Moeten de mensen onthouden, maar ik zal nog eens aankondigen. Dus wie zit er hier voor mij? Sven de Leijer. Hoe doe je dat, uw trucjes? Ja, normaal kijk ik gewoon naar de mensen en begin ik mee te klappen. En door het feit dat de mensen dan naar mij kijken op dat moment, doen die allemaal mee. Dus we hebben dat een paar keer geoefend op voorhand en dan zijn we vertrokken. Dus nu ja, zullen we met het voltallige huis hier even zien om elkaar in de gaten kunnen houden. Maar jij moet aankondigen, want dat is dan niet mijn job. Ah ja, oké. Ik presenteer u Sven de Leijer. Voilà. Je merkt dat iedereen direct mee was. Ja, ik zie het. Ik was eigenlijk aan het letten op uw mimiek of zo. En? Dat is wel uitzonderlijk. Ja, ik snap nu waarom dat... Ja, waarom dat ze meedoen. Hè? Ja, ik heb een heel aandoenlijke kop. Dat is eigenlijk hetgeen... Mensen doen dat uit een soort van medelijden. Maar dat marcheert. Ik verdien daar nu al jaren met een boterham mee. Dus. Nee, maar kom, eerlijk, dat is toch niet alles dat je moet doen als publieksopwarmer? Of applausmeter? Of is dat echt alles? Nee, maar het is wel belangrijker dan dat je zou denken. Omdat zo... Bij een tv-programma, de helft van de applausen zijn niet om een reden, of toch niet alleszins qua beloning voor een goede mop of voor iets, maar dat heeft vaak te maken met dat er een bepaalde schwung moet inkomen. Dus je hebt eigenlijk twee dingen bij als opwarmer moeten zien dat de mensen een beetje vergeten waar dat ze zitten, dat ze al een paar keer gelachen hebben, dat ze in de mood zijn, dat ze niet meer kijken naar die cameraman of dat licht dat daar hangt. Dat ze eigenlijk gewoon zin hebben om hen te amuseren. En anderzijds zorg je wel mee voor de schwung van het programma. En ja, als zo'n mensen tijdens een opwarming al een paar keer gelachen hebben, lachen ze sneller bij de eerste mop van de presentator. En als ze dat, als je zo een paar keer applaus aan het geven bent, er ontstaat zo'n dynamiek. Ja. En dat is wel, dat maakt dat zo'n opname vooruitgaat en dat zo niet een dode boel is. Ja. Maar dat is natuurlijk ook heel afhankelijk van welk programma. Bij een programma als De Zevende Dag... Ja, is dat veel rustiger dan bij de slimste mens? Je kunt er ook maar uitpersen wat je er kunt uitpersen. Voilà. En wacht, nee, dat klopt. Nee, maar allee, zonder zever, je bent wel een beetje de bekendste publieksopwarmer van het land. Hè? Zo, die titel draagt je ook precies altijd mee. Hè? Dat is... Ja, ik vind ook zo. Ik heb die een beetje... Ja, ik deel zelf? Die nu samen met Rob van Oudenhoven. Mm-hmm. En het is ook via hem dat ik het aan het doen ben. En dat is wel plezant, omdat je dat zo... Ik wil dat ook altijd blijven. En ik zie ook nog altijd als ze me vragen, wat is uw werk? Zal ik altijd zeggen, publieksopwarmer, doe redactiewerk voor tv. En nu toevallig deze periode ook af en toe een keer iets op tv. Maar dat is veel eindiger. En ik weet ook dat... Nu ben ik een paar dingen aan het doen. En waarschijnlijk binnen een jaar of 4, 5 denken de mensen, wie is die naap? En komt weer de volgende. Maar dan zal ik wel nog altijd opwarmer zijn. Dus ik blijf zo opwarmen en redactiewerk als mijn echt werk zien. Cool. Zien en al de rest en zo wat
leuke extra's. Die, tof, dat maakt u niet een echte bescheiden man, maar toch echt een man. Omdat je de vriendste ballen hebt om zo te zeggen van voilà. En ik blijf dat doen, ik vind dat super tof. En ah ja, maar dat is echt mijn living ook. Dat is, als ik zo'n opwarming doe, daar voel ik mij 300% op mijn gemak en ik geniet daar super hard van. Ah, dus zalig. Dat is wel tof, hè. En ja, ik vind vooral, ik vroeg nu hoe dat je dat aanpakt. Vooral ook omdat ik had dat nu eens zo gezien. Onlangs nog eens in Studio Tarara op VTM zag ik zo de rol van, ik weet niet wie dat was, de Patrick in de serie. Ja. En dan zie je zo eens een beetje hoe dat ineens zit. Maar en dan leek dat zo wel voor en energie te kosten. En een heleboel mopjes, een heleboel tralali, tralala. Dan dacht ik, oei, amai, dat moet toch ook echt slopend vermoeiend zijn. Ja, soms kan dat wel heel heftig zijn. Hè. Dat hangt gewoon af van programma tot programma. Als je de slimste mens ter wereld doet, dan begin je pakt 20, 25 minuten voor de opname begint. En is dat even full force. Maar daar zit iedereen met superveel zin. Want daar zijn elke dag 5, 6 BV's waar de mensen van smullen. En dat is echt zo'n programma waar voor de mensen een avondje uit is. Dus dan is die swing er heel snel in. En dan is het natuurlijk afhankelijk van ja, hoe vlot verloopt die opname. Ligt dat 5 keer stil door het feit dat er een lamp kapot springt of een camera kapot gaat of iets misgaat met een techniek? Dan moet jij ingrijpen. Ja. Je moet eigenlijk altijd, de sfeer moet altijd constant blijven. Dus het mag nooit stilvallen. De sfeermaker van de keet. Ja, maar je moet ook zien, ik probeer altijd iemand te zijn waar ik mezelf niet te veel aan zou ergeren. Want ja, als je ergens zit en er komt om de 5 botten een aap zich wat aanstellen, ja, dat wilde ook niet. Dus je moet zo... Soms is het gewoon ook beter om een plaatje op te leggen en te zeggen van oh, we gaan even gewoon 10 minuten wat muziek opzetten. Want je kunt niet de mensen blijven uitpuren. Dus ja, ik ging net zeggen, eigenlijk, af en toe neemt je DJ-tafel dan ook gewoon mee, want dat klinkt zo alles aan één DJ, ik heb er maar jij gedacht. Doet dat echt me na. Ja, maar ja, ik pak nu mijn DJ-tafel niet mee, maar het zou wel marcheren. Gelijk, als je in Amerika bij tv-opnames binnenkomt, daar staat de muziek poeierhard. En dat wisselt daar echt af tussen babbel entertainment en muziek entertainment. Ja. En dat valt daar geen seconde stil. En dat is, ik vond dat wel eens, ik heb dat afgelopen zomer eens gedaan, naar zo'n show gaan kijken. En dat is wel, ja, daar zie je hoe dat wij het graag zouden willen doen. En dan zie je dat wij in Vlaanderen, ja, je hebt natuurlijk ook geen tiende van de budgetten en van het potentieel qua kijkers dat zij hebben. Mm. Maar dat is wel eens fijn om te zien, want dat is echt wel zo'n geoliede machine. Seth Meyers, die show ja, zet je ja, aan bij. Ja, die presenteert ook een daily. Dat was de max om te zien. En eigenlijk, dat zit al maanden op voorhand vol, dus bij ons moet het publiek zoeken. Mm. En daar moeten ze eigenlijk publiek wereldwijd schrijven mensen zich in. En moet ze eigenlijk publiek weigeren. We hadden ons ingeschreven om te gaan kijken. En we kregen een bericht van, ja, het is vol, maar je kunt 's middags naar de repetities komen. Hmm. Dus alle moppen dat ze 's avonds brengen, worden 's middags voor een totaal ander publiek al eens geoefend. Getest, ja. Om te zien van, ja, wat marcheert er en wat niet. Hmm. En ja, dan had mijn lief een mail teruggestuurd. Van, kijk, mijn lief is publieksopwarmer. Het zijn een grote droom is om zo'n keer een show te zien. En dan kreeg ik een bericht van, oké, het is goed, je mocht met 2 komen. Hola. Tot als we daar dan binnen zaten, dacht ik plots van, fuck, die hebben mij hier aangekondigd als publiek. Of mijn lief heeft mij hier als publieksopwarmer binnengekregen. Ik hoop echt dat hier niemand gaat komen vragen dat ik hier... Allee, dat ze mij iets zouden vragen. Of dat ja, ik dat je zo wordt iets... Wordt aangesproken in de opwarming ja, of zo. Ja. Dat zou ik echt verschrikkelijk vinden. Voor een lachertje vinden. Of zo. Dus, maar dat is niet gebeurd, gelukkig. Gelukkig. Maar het was wel allee, echt, dat had toch ook wel geniaal geweest als dat wel had gebeurd. Nee, ja, voor jezelf misschien niet, maar voor de anderen. Ah, voor de anderen wel, ja. Seth Meyers heeft mij aangesproken op een bepaald moment, want die komt zelf ook in het publiek. En toen hebben we toch een mopje kunnen maken met 2. Dus dat was wel een van de hoogtepunten van die vakantie. En staat dat online? Staat nee, dat nee, het was echt zo tijdens een opwarming tijdens ook. Tijdens een opwarming. Ja. Ah, oké. Okay. Ik dacht dus misschien tijdens de uitzending. Maar allee, tof. Nu, in elk geval, je houdt daar sowieso aan vast. Maar je kunt niet ontkennen dat dat heel veel zijtakjes heeft gemaakt. Absoluut. Voor heel veel andere dingen die je ook graag doet, denk ik. Hè? Ja, ja. Ik heb mijn aantal jaren geleden voorgenomen als ik zo dingen voor tv begon te doen. Omdat dat is heel verleidelijk. Omdat je begint iets en dat marcheert misschien een beetje. En dan krijg je zo'n ganse hoop vragen. En ik wou nooit iets op tv doen waar ik spijt van had. Omdat ik zou daar geweldig van afzien. Dus ik heb een aantal jaren geleden gezegd van ik ga enkel nog dingen doen waar ik mezelf goed bij voel en waar ik mezelf kan zijn. En dat lukt, waardoor dat je... Ja, dat fantastisch plezant is om gewoon elke dag je goesting te doen. Je kunt dat zo echt veilig afbakenen. Door het feit dat ik verschillende jobs combineer en dat ik het op scherm komen nooit een broden heb gedaan, gaat dat perfect, omdat je pakt alleen maar dingen aan dat je graag wilt doen. Pardon. Naar een bootje, binnensmond of buitensmond? Ja, het was half, maar het was ook omdat ik ben wat emotioneel aan het worden, omdat we zo diep aan het praten zijn. Dus dan komen er af en toe dingen uit. Maar ja, nee. Door het feit dat je dan een keuze hebt, dat je dat niet hoeft te doen, dan
is dat, ja, dan kun je echt bewust kiezen voor dingen waar je zelf in gelooft. En dan kan dat nog uiteindelijk slecht worden, maar dan kun je tenminste al tegen jezelf zeggen, ik heb mijn best gedaan en het was iets waar ik in geloofde. Ja. En ik zou mijn eigen voor de kop schieten als ik zo plots iets zou presenteren waar ik me echt wat slecht bij zou voelen. Ja, dat snap ik. Ja, en eigenlijk daar nog een uitloper van. Je bent dan ook op de planken beland. Dat ja. Is, had je dat verwacht? Ik wou dat al super lang heel graag doen, maar ik durfde dat niet. Zo'n broekscheiter. Ja, maken. Omdat het grote verschil is... Met je hoofd op tv komen en dingen. Of het rechtstreeks contact is misschien ook... Nee, het rechtstreeks contact is geen waarom ik het wou doen. Mm-hmm. Maar omdat, ja, ik sta gewoon... Ik merk dat, die opwarmingen, dat is wat ik het liefste doe. Wat is dat? Dat is met mensen samen iets doen. Ik ben al heel lang DJ. Wat is dat? Met mensen samen iets doen en proberen zo'n sfeer te creëren. Of dat met muziek is of met moppetjes. Ik vind dat gewoon tof. Alleen is het grote verschil, als opwarmer... Zij de een niemendalke en komen de mensen voor iets anders en verwachten ze u niet en doe jij je ding en jij werkt toe naar de vedet of de vedette die daarna komt of komen. En het idee dat mensen speciaal voor mij zouden komen en dan nog een keer een cent zouden moeten geven om naar mij te komen kijken, dat vind ik heel moeilijk om aan te kunnen in mijn hoofd. Doordat ze mij vorig jaar iemand bij mijn nekvel heeft gepakt en duidelijk maakt van gast, je wilt dat nu al zo lang graag doen, doe dat gewoon. Ja. Maar toen was je wel al aan het testen, hè? Of niet? Nee, ik ben zo al heel lang, zoals veel gasten waarschijnlijk doen. Zo, als ik dingen grappig of bedenkelijk vind, schrijf ik die op en heb ik die bij. Mm-hmm. Maar nee, ik heb de eerste keer vorig jaar getest. Dat zal nu bijna een jaar geleden zijn. Vorig jaar in... Ah, nee. Wat zeg ik nu? Anderhalf jaar geleden. Want ik heb vorig jaar al eens gespeeld. Ja, je hebt al eens. Dus anderhalf jaar geleden is al dat geweest, hè, ongeveer. Dan heb je try-out. Ja, zo in de Joker begonnen met 10 minuutjes. Ja. En dan... Materiaal opbouwen. Dat zijn ook echt allemaal eerste keren dan, sorry. Ja, absoluut. Ja, dus allemaal eerste keren voor het publiek. Dat moet inderdaad wel spannend zijn. Ja, vooral omdat ik niet goed wist wat ik ging doen. Mm. Omdat je zo... Ik wou vooral niet dat de mensen het gevoel hadden van ah, doe er gewoon een lange publieksopwarming. Mm-hmm. Omdat dat heel veel met improvisatie en met bepaalde trucjes ja, die dat je doorheen de jaren aanleert te maken heeft. En ik wou nu zo wel een keer iets anders doen, om dat de mensen zich ook niet bedrogen voelen. En dat ik ook gewoon iets anders wou. Maar dat vond ik in het begin heel moeilijk. Ik ben door die try-outs ook mij er bewust van geworden dat ik eerder verhalen moet vertellen dan zo moppen, dat is mijn ding niet. Mm. En dat is ook daar weer duidelijk geworden dat mezelf zijn het enige is waar ik mij goed bij voel. En wat ook oplevert, denk ik, hè? Voor mij alleszins wel, ja. Ik ben niet zo'n goede acteur. Voor het publiek ook. Dus, ja. Maar in elk geval, hè, want je hebt je zaalshow content gedoopt. Mm. Je zit er wel content van. Ja, super. Ik ben heel blij dat ik het eindelijk gedaan heb. En ik weet ook sowieso dat ik dat nog wil doen. Ja. Want het lijkt er wel op dat iedereen, publiek en iedereen, de reacties, iedereen is er precies wel content van. Hè? Want voor zo... Ja, niet al te veel uitgebreide promotie, of zeg maar, vult je de zaal wel, hè? Ja, dat zal dan waarschijnlijk wel het voordeel zijn, dat je al iets of wat bekendheid hebt via tv. Maar dat kan ik dan nu alleen maar als een fijn voordeel ervaren en dat de mensen mij een kans willen geven. Mm-hmm. En ik denk, dat is het leuke aan zoiets op de planken doen, dat je gewoon elke avond, na de avond, weet wat voor een avond het was. En... Ja, dat is een heel tof gevoel. Bij tv weten dat nooit. En dat komt er zo een paar dagen later of maanden later. Komen dan binnen weten. En nu weet je gewoon welk gevoel dat je naar huis gaat. En als het doorheen de avond niet tof is, ja, dan is het godverdomme nu uw eigen plicht om te zien dat het tof wordt. Ja. En dat vind ik dan wel plezant. Waarschijnlijk ook door mijn ervaring als opwarmer. Dat je ook wel weet van kom, het is niet omdat je moppen bedacht hebt of verhaaltjes hebt, dat je daar niet van mocht afwijken. Je moet gewoon zien dat die avond op een goede manier eindigt. Ja. Maar je hebt nog nooit het gevoel gehad van zo, domper, dit was echt nee, schrijnend of zo. Nee, totaal niet. En er zijn al zoveel verschillende dingen gebeurd. En ja, dingen gebeurd? Ik heb wel 2 keer gehad. Eén keer dat er iemand in de zaal onwel was geworden en dat ik echt dacht dat hij dood was. Oh nee. En natuurlijk, ik merkte onmiddellijk dat er iets gebeurde, dus ik vroeg direct zaallicht aan. En dat is dan wel een groot verschil. Bij tv is er dan een ploeg van 15 man die samen nadenkt, wat gaan we doen? En nu staat op het podium en zie maar dat je het oplost. Hè. En wat heb je gedaan? Ik heb eerst gelukkig, de typische cliché van is er een dokter in de zaal, wat dat gelukkig het geval was. En we hebben dan met de mensen van de zaal, dokter en ik,
persoon naar buiten gedragen. Waarschijnlijk eerst nog 5 minuten moeten benadrukken. Dit is echt hoor, jongens. Dit hoort niet bij de show. Ja, inderdaad. Dat is zo. Maar gelukkig, gelukkig bij ongeluk, het was zodanig duidelijk dat het echt niet goed was. Het was niemand die flauw viel. Je merkte echt wel duidelijk van, dit is niet goed. Ja. Dus het viel vrij goed mee om dat duidelijk te maken. En dan ambulance gebeld. En dan zei een dokter van, kijk, het komt echt goed. Ze moet naar het ziekenhuis, maar ik garandeer u, het komt hier goed. En dan dacht ik van, ja, dan moet ik gewoon voortspelen. Maar dan heb ik het wel eerst benoemd. En duidelijk gemaakt aan het publiek van, als er nog iemand riskeert met een show te onderbreken, dat hij er niet goed van ging zijn. En plots werd dat een hele speciale, maar wel een hele toffe avond. Daar konden ze wel mee lachen dan. Ja, maar wat je daarnet zei, ik had over het laatst iemand die gewoon zo wat slecht werd. En dat was echt, dat kreeg je niet uitgelegd. Iedereen dacht dat een stuk van de show was. Maar dat zal waarschijnlijk voor veel comedians al gebruikelijk zijn. Maar ik vond dat heel moeilijk, omdat je duidelijk merkte van, ja, er klopt iets niet. En mensen bleven gewoon lachen. Oh god. Ja, en het bekende trucje, hè? Of dat, je hebt echt niet moeten reanimeren. Dat wil ik niet en dat kan ik niet. Dat is triestig, hè? Maar ik ben daar. Stay alive. Ik kan het niet. Okay. Maar ja, dat gaat niet geloofwaardig overkomen als ik iemand reanimeer. Echt niet. Ik zou ook niet mijn eigen. Allee, dan kom je zo als een held in de boekjes de volgende dag op Highlands. Sven de Leijer, held van zijn show. Ja, of Sven de Leijer vermoordt iemand die gewoon mottig was. Dat zou waarschijnlijk. Ik zou veel te hard duwen. Ik word ongelooflijk zenuwachtig als ik iemand ziek zie worden. Ik ga zo de praktische dingen. Ik bel dan wel een ambulance of zo. Dat. Doen jullie maar. Ik zal wel op een afstandje. En ik hou andere mensen op afstand. Dus ik doe de backup doe ik. Oké, ja, dat is heel belangrijk. Morele ondersteuning. Maar een beetje over de inhoud van je show. Content. Ik las erover dat het over je content zijn met bepaalde dingen in je leven. De dagdagelijkse beslommering, gaat het daar dan over? Of, Beslommering zelfs niet. Het gaat me eigenlijk gewoon over het feit dat ik het redelijk eenvoudig vind om op een vrolijke manier door het leven te stappen als je op een aantal zaken een beetje geluk hebt, namelijk gezondheid en je moet wat je weg vinden. Mm-hmm. Heeft dat dan te maken met studeren of met werken? Je moet gewoon iets vinden waar dat je oké bij voelt. Maar als je dat klein beetje geluk hebt en je doet een klein beetje moeite, vind ik het niet zo moeilijk om door het leven te fluiten zonder daar naïef in te zijn. Allee, natuurlijk heb je tegenslagen en miserie en dat benoem ik ook. Maar ja, ik vind dat wel plezant om het langs de positieve kant te bekijken. En ik weet dat ergernissen voor veel comedians een bron van inspiratie zijn. Maar ik vond het voor mij beter passen om via het positieve bij mijn verhalen te komen. Ja. Om eigenlijk te zorgen dat het geen dagelijkse beslommeringen worden, eigenlijk. Ja. Okay. En ik vind dat wel, ik sta nogal bij alles wat ik doe, is nogal vanuit het positieve bekeken. En ik heb dat ook nodig voor mezelf. Dus dat klopte dan ook om het op die manier te bundelen en zo mijn verhaaltjes te brengen. En het zijn wel echt verhalen vanuit jezelf, hè? Je trekt vanuit jezelf. Alles is uit je leven gegrepen. Ja. Ja? Ja. Ik zie je al zo wat blinken. Nee, blinken niet. Dat was niet de bedoeling, alleszins. Want ik dacht dat een aantal genante dingen. Ja, gingen al zo wat blinken. Ja. Nee, ja, ik vond... Ik dacht, nu komt er iets. Nee. Maar het is omdat ik... Ja, alles vertrekt vanuit jezelf. Maar natuurlijk zijn bepaalde aanleidingen goed voor verhalen te beginnen bedenken. Ja. En ik heb me op een bepaald moment in de try-out-fase voorgenomen, alles is echt. Ja. En ik ben dat zo in mijn kop beginnen steken, waardoor ik nu ook niet meer weet, echt niet meer weet, wat er echt is en wat niet. Omdat dat zo in mijn kop stak, vaak denk ik, wacht, heb ik dat stuk nu ook meegemaakt? Maar het vertrekt allemaal vanuit mezelf. En het is allemaal... Of situaties uit je omgeving. Maar ik kan me niet voorstellen dat je echt gaat liegen of dingen verzinnen, hè, om het op te smukken. Nee, maar je maakt de verhalen toffer. Hè? Ja, je maakt ze iets sensationeler of wat grappiger of toffer of wat extremer. Maar ik denk dat de essentie, de basis, zal toch altijd vanuit... die is allemaal jammer genoeg waar. Allee, sommige dingen zijn jammer. Ja, ik ben ook nog nooit... Geef eens een voorbeeld, want nu ben ik... Nee, ik ben gewoon veel opener dan dat ik normaal ben. Op tv hou ik mijn privé volledig weg. Ik doe amper interviews, ik doe bijna niks behalve mijn eigen werk. Dus ik ga in heel weinig programma's die niet van ons zijn opdraven, omdat ik me daar niet goed bij voel. En nu in theater denk ik altijd... Oh, niet van ons bedoelt je dan? Van de ideale van de wereld? Van Woestijnvis. Omdat daar heb ik altijd zo wat mee controle over. Ik ben een belachelijke controlefreak. Mm-hmm. En dat is niet dat ik andere mensen niet vertrouw in hun kunnen, in de verste verte niet, maar ik wil altijd zo nog eens kunnen kijken van, oké, wat is dat nu geworden en moet er nog iets aangepast worden? Je wilt er nog steeds tot op het eindresultaat af controle over hebben. Omdat ik mij anders heel vaak
slecht voel. Je ziet ook aan mij direct als ik niet op mijn gemak ben. Ja. En dan ben ik niet de tofste versie van mezelf. Je bent nu op je gemak, hè? Ja, hè? Ah, ah ja, met gekruiste benen, koffie op, al twee keer verslikt, een boerke gelaten. Dus meer op mijn gemak kan ik niet zijn. Je zag dat niet, maar ik zat hier eigenlijk zo op je schouder wat te kloppen. Waarvoor dank. En ik heb ook nog mijn ochtendjas mee. Als ik die zelfs aan doe, dan is het helemaal... Dan zijn we er. Nee, maar ja, je ziet dat direct. Dus ik moet dat ook ik probeer dat voor mezelf ook te vermijden. Mm. En waarom ben ik dat nu aan het zeggen? Omdat, van waar kwamen we nu? Sorry, ja, je zei... ik probeer echt enkel mee vanuit ons tv-werk te doen. Allee, van die... Oh, ik ben zelf al... Oh ja, dat ik eigenlijk enkel dingen doe waar ik een beetje meer de controle over heb. Dat is eigenlijk, en dat is bij alles. En oorspronkelijk had ik eigenlijk gevraagd, heb je daar een voorbeeld van? Van zoiets waar... Ik vertel een aantal... dingen in de show over ik heb zo'n ongeluk gehad met skiën een aantal jaren geleden, met snowboarden meer bepaald. En ik had mijn buikspieren gescheurd en een hoop inwendige bloedingen. En ja, daar zijn zowel wat fysieke dingen door toen misgelopen, waar ik nogal uitgebreid over vertel, omdat ik dat toen echt verschrikkelijk vond. En nu vind ik dat wel plezant om over te vertellen, maar dat is altijd wel zo'n drempel waar je moet overzetten, omdat... Je vertelt dat in de beslotenheid van een theatertje, wat ik eigenlijk plots heel plezant vind. Maar als er dan mensen zitten gekend... Ik ga wel naar buiten, hè. Ah, wel, ja, dat vergeet ik altijd. Ja? Op tv ben ik me daar zeer van bewust. In zo'n theater denk ik altijd, hey, dat is hier onze avond. Dat is hier kan. Gezellig om lunch. Het zijn allemaal zo de helft van de mensen toch, denk ik, vreemde mensen voor u. Ja, allemaal. Jij vertelt dat tegen Jan, Jos en Mieke, maar... Om de een of andere reden gaan we dat zo in een theatertje beter af. Beter af. Ah, oké. En vind ik dat zelfs heel plezant. Nog eens even teruggrijpen. Heb je dan een backflip of zo gedaan met je snowboard? Nee, een frontflip. Een frontflip? Eigenlijk gewoon... Een bewuste frontflip? Nee, frontflip, of... ik ben eigenlijk gewoon op mijn snowboard blijven steken. En zie ik dat ben... je even onze Seppe Smits of zo... Nee. Ik was gewoon naar beneden aan het gaan aan een redelijk hoge snelheid. En ja... Om een of andere rare reden een grip gepakt aan de voorkant van mijn bord en naar voren gevlogen. Mm. En in plaats van te schuiven, dan was het niks geweest, maar ben ik op een bultje beland, waardoor ik ganse klap in één keer heb van redelijk snel naar 0 per uur. En waren mijn buikspieren eraan. Wow. Klinkt wel heel pijnlijk. Dus ik weet nu wel hoe een vrouw zich voelt na een keizersnede. Wie kan dat zeggen? Dat is wel waar. Voor een man, wie kan dat zeggen? Just die weeën nog, hè? Ja, maar dat heb ik de weken erna genoeg gehad. Ja. Oh, en interne bloedingen en dingen. Maar je bent daar nu volledig van hersteld? Ja. Ik merk zo nog wel een beetje dat het niet spoort. Dat heeft met andere ongevallen te maken, maar daar gaan we het zelfs ongetwijfeld nog over hebben. Nee, ja, dat heeft wel een paar maanden geduurd, maar je eigenlijk niks kunt doen behalve liggen en zien dat geneest. En ze hebben zo wel een keer of drie geprobeerd om die bloedingen, omdat dat waren redelijk grote zakken bloed, die drukte klonters op al die buikspieren. Ja. Ja, nee, echt ballonnen. Er waren er twee van 14 op 7 centimeter, wat dus al toch redelijk groot is. Ja, voor de gevoelige kijkers, hè, voor moest het niet gaan of zo. Maar omschrijf maar verder. En anders oren toe. Maar... Ah ja, voilà. Of die mogen ook naar een voorstelling komen, dan zal ik ze begeleiden. dat duwde op al die buikspieren die kapot waren. En ze hebben die drie keer proberen via mijn lies, met een dikke spuit, proberen leeg te zuigen. Maar dat lukte niet. Dat was superplezant. Via uw lies, maar het waren bloedingen die bovenaan uw... Ja, dus je moest met een naald dan zo hup omhoog. Nou, echt plezant, jong. En daar vertel ik allemaal over. Hè. Dus wat een toffe avond. Dat klinkt super positief. Dat is eigenlijk medisch onderzoek met Sven de Leijer. Voilà. En je kunt... Het is geen wonder dat er twee onwel zijn geworden. Dat was daarvoor. Dat was daarvoor? Ja. Dat was echt het laatste stuk van de show. Dus dan waren ze niet meer geleefd, denk ik. Zeg, en je staat ook effectief met je DJ-set op het podium. Ja. En dat is eigenlijk in de voorlaatste try-out. Terwijl ik aan het spelen was, dacht ik, dat moet ik doen. En toen was ik op mijn gemak. Omdat... Gewoon vanaf daarachter staan en op je publiek uitkijken, dat helpt gewoon. Dat is eigenlijk vooral... Ik sta als eerste op het podium. En ik ben plaatjes aan het draaien als de mensen binnenkomen. Mm-hmm. Wat dat gewoon supergoed werkt voor mij om niet... stront zenuwachtig te zijn. Ik ben voor alles zenuwachtig en tot een bepaald niveau is dat aanvaardbaar. Maar ik weet, mocht ik zo achter de coulissen zitten te wachten en dan binnenkomen en de mensen beginnen te klappen en goed beginnen, dat gaat niet in mijn hoofd. Dus nu is het ding, ik ben er als eerste en ik ben zo stilletjes de sfeer aan het opbouwen en dat vind ik heel plezant. En dat is ook iets waar ik altijd terug kan achterkruipen als het nodig is. Dat is toch een soort van...
Ja, baken van vertrouwen, ja. Ja, waar ik een paar keer naar terug kan gaan, indien nodig. Dat matcht wel echt perfect bij alles wat je doet, precies. Hè? Ja. Zoals je het vertelt, dat lijkt echt wel altijd. Jij lijkt wel te slagen in je opzet om echt zo in je comfort. Allee, zo een beetje te proberen binnen je comfortzone alles te krijgen. Dat je het absoluut. Op een manier niet naar je hand zet. Maar zo. Jawel, maar dat is het wel. Dat je het voor jezelf zo comfortabel mogelijk maakt om dan op je gemak te zijn. Jij moet een gelukkige mens zijn. Maar ja, meestal wel. Zalig. Ja, en die draait dus nu nog op volle toeren, content. Mm. Nog tot wel... 31 mei. Nog tot 31 mei. Waar kunnen ze u nog allemaal treffen? Leuven, Knokke, Antwerpen, ik denk Wetteren ook nog, Tervuren. Oh, we gaan nog heel wat provincies aan doen. Ja, ik denk dat het nog een keer of 10, 12 speel nu. En het zit nog wel zo'n beetje overal. Genk zit er ook nog tussen. Goed nieuws. Ja. Dus mensen kunnen sowieso terecht op livecomedy.be ook voor tickets, denk ik. Bredene ook nog. Bredene ook maar nog? Ja. Oh, man. Knokken en Bredene, daar zijn nog veel kaarten voor, denk ik. Maar al de rest zit zo goed als vol, dus moet het naar daar komen. Dat niet te triestig wordt daar. Ja, dat is goed. Bij deze maar een oproep. Oké, maar ja, ziet er goed uit. En je bent ook wel er lang al eventjes mee bezig, hè? Ik heb er vorig jaar, om het zo eens te testen, dacht ik van oké, proberen. En dan heb ik er 15 echte gedaan, dus los van try-outs. En we hadden afgesproken van na de première beslissen we of dat we het dit jaar dan gingen laten boeken of niet. Mm-hmm. En dan na de première was duidelijk van oké, ik vind dat plezant. En er komen blijkbaar ook mensen naar kijken. En dan dacht ik van we doen er zo nog eens een paar bij. Maar dan werd daar plots 35 bij, denk ik. En dat is wel... daar ben ik wel ongelooflijk blij om. En nu tot einde mei, en denk je dat het dan erop zit of heb je nog plannen? Ja, ik wil dat sowieso een nieuwe show maken, maar ik ga dan wel deze. Heb ik dan 50 keer gespeeld, dus ik denk dat dan ondertussen wel mijn publiek op is in Vlaanderen. Mm-hmm. Dus ik ga dan wel Duitsland en Spanje proberen volgende zomer, maar gewoon... Ah, ja? Nee. Al die Spaans allemaal boven. Hallo. Hola, ¿qué tal? Maar nee, ik wil wel echt iets nieuws proberen. Ja. Ik hoop echt dat ik dat kan blijven doen. Niet elk jaar uiteraard, maar dat je dat zo op geregelde tijdstippen, omdat ik daar echt elke avond naar uitkijk en ook altijd met een smile achter mijn oren terug naar huis van rijd. Okay. Dus ik wil dat wel echt blijven doen. Oké, tof. Dus je hebt gesnakt naar meer? Ja, absoluut. Oké, dus dan kunnen we eventueel nog een tweede zaalshow verwachten. Hè? Mag nee, 100% zeker. 100% maar ja, zeker? Ik weet nog niet wanneer, maar niet komt er sowieso. Nee. We gaan er geen deadline op. We gaan geen stress extra. Houd u binnen uw comfortzone. Hè? Dus, zo ga ik het doen. Ja, voilà. Maar hij komt er. Zeg, en nog iets dat je toch gevonden hebt binnen je comfortzone? Een zondagavondquiz op 1. Ik weet nog niet of dat helemaal mijn comfortzone is, dat effectief op zondagavond en zo is. Maar bon, het programma op zich wel. Maar je hebt erop toegezegd, dat weet je toch nog? Ja, ik heb ja gezegd. Ja, ik heb altijd liever, wat mij betreft, had dat zo evengoed een maandagavond mogen zijn. Want zo'n restblok. Ja, maar geen restblok, maar zo... Ik doe altijd zo graag wat dingen in de luwte. En daar ben ik meer op mijn gemak. Maar bon, er waren meer argumenten pro dan contra. Mm-hmm. En we geloven wel heel hard in het concept van het programma. Dus ik dacht van oké, dan moet ik maar eens springen. En ja, kijk, wij gaan ons uiterste best doen dat het een toffe show wordt. Mm. En ja, dan kun je maar hopen dat de mensen dat ook graag zien. En op maandagavond kan dat makkelijker passeren dan op zondagavond. Want dat is zo tegenwoordig. Mm. Dat blijft zo wel op één, die zondagavond zoiets magisch waar dat veel mensen... Enerzijds haar kijken, anderzijds een mening over hebben. Dus je weet dat je daar ook wat meer klappen zult moeten kunnen incasseren. Maar ik geloof wel heel hard in het programma dat we aan het bedenken en aan het maken zijn, dat nu nog volledig in de bedenken- en testfase zit. Maar het is toch ook wel flatterend, hè, dat ze er absoluut accept... Is met Woestijnvis trouwens. Ja. Dus dat is ook voor het eerst in slang dat Woestijnvis terug iets op zondagavond gaat doen op 1, wat dat sowieso ook wel fijn is. Nee, en ik ben mega blij dat ik dat mag doen. Hè. Anders zou ik het niet doen. Ik doe dat alleen maar omdat ik erin geloof. Ja. En dus op zich is dat heel plezant. Ja. En mensen kunnen zich nog inschrijven, hè? Ja, absoluut. Want het heet Donderen in Keulen. Ja. Maar je kan niet weten wat daarachter zit of zo. Het is... weet een quiz en Donderen in Keulen. En je hebt er uiteraard kandidaten voor nodig. Ja. Wat gaat dat geven? Dat gaat in principe wel iets plezant worden. Ik ben zelf absoluut geen quizzer, dus je moet niet een doorwinterde quizzer zijn om aan ons programma mee te doen. Uiteraard zit er een stuk, het is en blijft een quiz, zit er een stuk feitenkennis in, maar mensenkennis is minstens even belangrijk. Mm. En ik kan al zeggen dat het niet gespeeld voor jezelf,
maar je moet het niet alleen doen. Ah ja, oké. Okay. En uiteraard, ik ben er ook nog eens bij. Dus allee, je krijgt langs alle mogelijke kanten steun. En ik denk echt dat iets plezant kan worden. Ja. Dus inschrijven, hè. Is dat teasend genoeg of nog niet echt duidelijk genoeg? Jawel. Ik mag nog niet meer zeggen, anders... Mijn collega Pepijn is, moet straks ook gaan testen voor een quiz, maar voor Panenka, niet voor... Ah, maar kijk. De welke? 206 macht? Nee, dat kan niet. Switch. Oh, man, mannen. Hé, hey, dat moet je doen. Plezant. Ja, ja, dat is heel plezant. Je wordt weer al vuurrood, hè, man. Elke keer als ah, maar ik dat is goed. Heb je wie moeten gaan? Ik ga sowieso nog een berichtje sturen dat ze zeker moeten aannemen. Ah, ja, nee, je moet best eerst testen, want dan weet je tenminste dat je... Misschien zijn dat wel te slim, hè. Misschien sturen ze door naar Canvas. Hij gaat niet breken, hij gaat niks zeggen. Want als ik hem er zo bij betrek, zo zonder voorbereiding, dan breekt hem niet. Dan blijft hem hier vuurrood zitten. Sowieso deze zomer zien we Pepijn in Switch. Ja, en misschien in donderdag in Keul. Ik zal ze biedt inschrijven. Dat kan. Ik weet eigenlijk de info zelf niet, maar je kunt in elk geval alle info op één vinden. Ja, absoluut. Als mensen zich ja, het is gewoon, we moeten dat nu nog zo wat spannend houden, hè? Dus ik mag dat niet zeggen. Maar nu heb ik toch al iets gezegd, hè? Ja, te weinig voor mij. Ja, ik dat heb snap geen context. Ik. Dat is, nee, maar, dat... ik zou, ook voor mezelf, als ik zou willen inschrijven, ik zou nog graag iets meer weten. Ja, maar dan moeten wat is een trefwoord of zo. Wat is uw geboorteplaats? Duffel. En geboortejaar? 1990. Ja, dan kan ik niet meer zeggen. What the fuck? Ja. Dat is nu heel spijtig, maar dus mensen die in 1990 geboren zijn in Duffel, die kan ik minder informatie geven. Alle andere mensen moeten gewoon even bellen en ik geef alles door. Gewoon een truc van de poort. Ik dacht eventjes dat je ging zeggen, ah nee, dat is een generatie te jong, je gaat niks begrijpen. Hoe jonger, hoe liever. Oh, voilà. Ja, nee, ik ben super, zelf nog super jong van geest. Okay, maar ja, het probleem is, ik durf nu ook niet te veel zeggen. Ik mag nu een keer een show presenteren. Stel dat ze mij nu hebben na die podcast hier bellen van... Nee, het is gedaan. Allee, dan ben ik al gejoost. Nee. Zeg maar, en over presentatie gesproken, want eigenlijk, ik moet zeggen, er gingen veel geruchten de ronde toen dat Otto-Jan Ham zijn afscheid aankondigde. Bij mij kwam er veel tot oren van... Sven, gaat dat misschien over... Voor de hele wereld? Ja. Nee, dat zou ik niet kunnen. Nee? Nee, omdat ik vind De Ideale Wereld een fantastisch programma. Alleen is dat een programma dat niet in... als presentator past dat niet bij mij. Ik vind dat heel fijn om daar te passeren als sidekick en daar mijn rubriekje te doen. Maar ja, het is en blijft wel zo een satirisch programma. En ja, ik ben een veel zachtere mens. En dus ik vind het heel tof om te lachen. En gelijk zo met die wedstrijddingen, dat vind ik tof, omdat dat zijn gasten die 1000 keer slimmer zijn dan ik, die dat tegen een stoot moeten kunnen. En dat gaat mij goed af. Maar ja, ik ben ietsje breder en minder hard. Dus ik zou dat nooit kunnen presenteren, denk ik. Dat is ook niet geopperd dan of zo? Nee, voor mij niet. Ik heb dat altijd van in het begin duidelijk gemaakt dat dat niks voor mij zou zijn. Oké, okay, veel mensen hadden dat blijkbaar toch in hun gezien. En wie zo wel? Ja, nee. Dat werd zo wat... Ik heb dat zelf nooit niet gehoord, maar dat is ook omdat we dat van in het begin... Die vraag is ooit wel eens gekomen om daar eens over te denken. Ik spreek zowel over luisteraars of mensen die graag De Ideale Wereld kijken, die dat zo meteen zoiets hadden van, ja, kom, dat gaat Sven zijn of dat moet Sven. Beetje te vergelijken met Gertje stopt nu met Samson, zijn zoon moet dat doen. Zo snap je. Dus ik ben een beetje de Victor Verhulst van De Ideale Wereld. Jij bent een beetje de Victor Verhulst van De Ideale Wereld. Oh my god. Ik ga zoveel vrouwelijke volgers krijgen nu. Eindelijk. Nee, Sven Meijer op Instagram. Ik vind zo een vrede op aarde, dat past 100% bij mij. Dat is zo wat slaan en zalven. En ja, ik moet zo... Ik zeg het in De Ideale Wereld. Mijn facet dat ik daar doe, vind ik de max. En ik vind dat een fantastisch goed en tof programma. Maar ik zou daar niet kunnen aarden als presentator. Omdat ik altijd mezelf dan te veel zou aantrekken wat ik doe of wat ik moet doen. En dat past er niet bij mij. Ja, maar dan zijn we heel blij met wat je daar nu doet. Ah ja, ik ook. Maar ja, jij. Wij zijn zo content. Heel die show lang. En zie je dat zo moeilijk niet, hè? Nee. Het is tijd voor comedy nieuws. Ik ga er eventjes naar switchen. Maar ik heb graag altijd dat... de laatste tijd lijkt me dat leuker om zo'n... Ik heb een vrouwenstem en voor een jingle heb je zo'n mannelijke stem. Ik heb al gezegd dat je een echte man bent. Dus schraapt je keel nog eens. Zeker ook, mijn stem is super mannelijk. Heel laag. Ja, maar... Heel laag, geen hoger timbre. Nee, probeer maar. Hè. Of net niet, hè. Niet laag. Hè. Dat en dus eigenlijk gewoon jinglegewijs het comedy nieuws aankomen. Ja, en zeggen, dan is het nu tijd voor comedy nieuws. Ik ga de ruimte voor u geven. Ja, ik ga in mijn hoofd aftellen, maar dat is onprofessioneel, omdat... In uw hoofd, ja. Vooral niet uit op, hè. Nee, 1, 2, 3. Nee, dat doe ik niet.
Daar is het nu tijd voor Comedy Nieuws met een meisje van 1990 uit Duffel. Maar met mij, ik ga wel mezelf niet aankondigen, want ik heb geen show op de planken staan. Nog niet? Nog niet, hè. Nog lang niet, denk ik. Maar Nienke Plas wel. Kent je ze? Ik heb ze nog nooit gezien, maar ik heb het gezien op de live comedy. Instagram, Facebook, ik volg alles. Hè, dus, jij volgt alles? Ja. Ah, super. En de grote baas van live comedy had me wel al gezegd dat ik dat moest checken. Blijkbaar is dat wel goed. Dat is, ja, ik vind ze echt cool. Allee, voor mezelf, als ik veel ouder dan mij is ze niet, maar ze heeft wel een kind. Dat is zo iemand, ja, dat is wel een voorbeeld, vind ik. Dat is wel echt een coole vrouw. Ze is eigenlijk online begonnen. Hè? Ze had een YouTube-kanaal en zo heeft ze een beetje bekendheid verwerfd. En intussen nam ze al deel als BN'er aan Expeditie Robinson en zo. Maakt ook veel muziek. Echt zo, ze houdt al vast aan haar Nederlands. Dus het is echt wel alles in het Nederlands. Maar zo wat R&B, flow, rap. Rap komt er niet in, maar zo die beat van onder de rap. Dus wel cool. En vooral met haar YouTube-kanaal. Ze dropt iedere week 2 keer een filmpje. Ik denk maandag en donderdag of zo, om 4 uur. Shitty Diary dropt dan. ik weet niet of dat een kakdagboek is van dan. En dan heb ik gekakt. En... Ik ben nu wel heel geteased. En ik ga het zelfs wel direct checken. Maar het is niet... Nee, ik denk dat eerder van haar dagelijkse... Ze heeft ook een zoontje en haar man... Ja, dus haar dagelijks leven. En ze is gewoon, ik vind ze heel grappig gewoon. Dus, en nu, voor de eerste keer, gaat ze debuteren in theater. Met haar show. Ik moet eens eventjes kijken. Ah ja, Van de Hak op de Tak, dat was het. Is dat niet 20 april 2020? Nee. Ah nee, dan had ik het. Wanneer wel? Waarom denk jij 20 april 2020? Jij hebt geprobeerd de datum te onthouden dat erbij stond. Ik had dat gewoon gezien en af en toe onthoud ik dingen, maar blijkbaar verkeerd. Maar ze komt toch naar België volgend jaar? Ja, hè? Ja, 1 februari 2020. Hey, dat is qua jaar juist. En nog een aantal dingen, want bijna juist. Maar nu ga ik gewoon eens even dubbel checken of ik het dan niet verkeerd heb. Nee, jij zei juist. Ik ben fout. Zie je terug voor u de post? Ja. En ik weet, 13 februari komt Theo Maassen. Maar shit, daar ben ik nog niet toe. Maar goed, hey man, jij bent zo mee. Jij zou dat hier gewoon kunnen overnemen. Ik volg maar één Instagram-account als live comedy. Dus ik... Nee, Theo Maassen is mijn grote held. Dus dat... Wacht. Ah ja. De persoon waar je er net al over sprak, uw grote held, blijkbaar. Ja, echt? Ja. Theo Maassen? Ja. Amai. En hoezo? Dat is wel een charismatische man. Ja, ik vind... bijna alles, of toch heel veel van wat hij zegt, denk ik, oh, jeez, dat ik willen bedacht hebben. Omdat je zoveel dingen, dat is een heel intelligente mens, ja. In combinatie met een geweldige vorm van humor. En dat is zo, ja, ik kan zijn platen blijven luisteren, zijn platen, zijn shows. Die zitten bij mij in de auto en ik heb dat al zonder overdrijven, elke show al een keer of 30 geluisterd. En dat is zo heel vaak als ik ben nog altijd DJ en als ik zo 's nachts terugkom en ik kan niet wakker blijven of ik moet lang alleen rijden, is dat zoiets wat dat vaak opstaat. Ja. En ik blijf dat plezant vinden, wat dat wel heel uitzonderlijk is. En eentje dat je nu te binnen schiet, wat vind je zijn tofste? Of kunt jij dat Kill Your Darling zijn? Ja, ik vind dat zo... Nee, maar ja, ik kan die niet nadoen. En dat is zo... Alles hoe ik het nu zou vertellen, is 20 keer minder goed dan hoe hij het vertelt. Dus dan vind ik dat je dat ook niet mocht doen. Oké, betitel de sketch. Ik zal er een stukje uithalen en ik zal het er zo schoep inbrengen. Wat vind je het geniaalste stukje dat hij gebracht heeft? Kader het eventjes over wat het gaat en ik breng het even binnen. Ja, maar nu moet ik al heel hard nadenken, want nu ga ik sowieso een flauw stuk geven waarschijnlijk. Hè? Allee, iets waarbij dat je in de auto echt direct gerekt een Red Bull werkt en je bent wakker. Ik was nu... Toevallig, als ik naar hier reed, zat er een stuk in. Het was een stuk over de zoektocht naar buitenaards leven. En ja, hoe dat hij dat verwoordt, komt er gewoon op neer dat zinloos is om daar naar op zoek te gaan. Neem nou ruimtevaart. Daar worden miljarden in geïnvesteerd. Miljarden. En ik denk altijd, waarom? Hoezo? Nou, ze willen dan weten of er buitenaardse intelligentie is. En je denkt, ja, zoveel opties zijn er niet. Of het is er wel, of het is er niet. Klaar. Nou, als het er niet is, vind ik het nogal zonde van het geld. En is er wel buitenaardse intelligentie, zijn er nog steeds maar 2 mogelijkheden. Of ze zijn dommer dan wij, of ze zijn slimmer dan wij. Nou, als ze dommer zijn dan wij, dan hoef ik er niks mee te maken te hebben. Zijn ze slimmer dan wij, dan vinden zij ons veel eerder dan wij hun. Zie je, dat vind ik grappig.
ik moet daar heel hard mee lachen. Omdat dat zo simpel is en je denkt alleen maar denken... Ja, ja, je hebt groot gelijk. Super makkelijk bedacht, maar wel geniaal, want ik kom er niet op. Ik vond het ook wel goed. Goed, hè? Ja, ik ben blij dat je het ook kunt appreciëren. Ik vond het een geniaal stukje. Theo Maassen. Ja, hij komt nu al 3 keer naar België. Ja, nee, 4 keer. 4 keer allemaal mannen, dat gaat hier rapper dan dat je denkt. Er is een extra show aangekondigd. De tickets gingen goed. Gingen hard. 13, 14, 15 en 17 februari zitten we. 2020. Ja, maar dat voor mij past dan. Ja? Ja. Tom, ik denk dat Sven graag tickets wil. Nee, ik koop die. Ik ga die kopen. Ja, tuurlijk. Ja. Dat is ja, en ik denk ook dat die in Theo Maassen, die moet er ook van leven. Hè. Ja. Ja, allee, dan hoop ik toch dat hij... Ik hoop dat hij geen bijjob meer moet doen. Ik denk dat hij er wel al goed in zit. Nee, ik ben nog nooit in mijn leven starstruck geweest, maar bij hem wel. En dat... Dus dat gaat zijn, hè? Volgend jaar in februari. Ja, maar nu ga ik hem niet ontmoeten. Ik heb hem 1 keer ontmoet bij een publieksopwarming. Gaat, ja. En dan was ik echt van mijn... Ik kreeg zo'n compliment van hem en ik had dat niet zien aankomen. Dus ik was helemaal van mijn melk. Op uw publieksopwarming? Ja. Echt? Ja, dus ik heb dat gesprek ook zelf direct afgerond en ik ben weggegaan. Oh, omdat ik totaal niet wist wat ik moest zeggen. Je werd ongemakkelijk zo daarvan. Ja, ja. Maar dat is toch kei cool dat hij nu dan een compliment geeft. Ja, absoluut. Maar ik heb dat pas achteraf beseft. Ik dacht eigenlijk dat hij me aan het uitlachen was. En daarna dacht ik van, ah nee, die zei letterlijk, goed gedaan, man. Dus ja, dat was wacht, eigenlijk... Wacht, je bent mij even aan het voorstellen dat hij dat zegt en dat jij zo... Dat zo ja, zoiets, ja. Ja. Je hebt ook iets gezegd. Ja, waarschijnlijk bedankt en dan licht paniekerig weggegaan. Dat was bij de laatste show, jaren geleden. En er was een opname waar alles misging en heel veel technische pannen. Dus ik moest als opwarmer heel veel ertussen komen. En hij was te gast, wat eigenlijk in België nog niet zo vaak gedaan heeft. En dus hij had mij heel veel bezig gehoord, want het was het moment dat zij al in de studio zaten. En dan, daarna gaf hij me een compliment, maar ik hoorde het niet. Ja, belachelijk. Ja, sorry. Ik dacht, als je zei dat je me ontmoet had, dat er wel een babbeltje van gekomen was. Nee, dus van, hij heeft geprobeerd, hè. Maar ik dacht, hoog, hè. Ga dan jij maar optreden gewoon. Ja, ik heb het zelf volledig verpest. Allee, maar herkansing volgend jaar in februari. Ja, voilà. 13, 14, 15 en 17 februari. Ik moet eigenlijk nog maar 1 iemand aankondigen. En we moeten wel de baas aankondigen. Ja, we? Jij en dat ik, oh. Of moeten we dat in duo doen? Dan moeten we wel goed afspreken. Ja, jij kondigt hem aan en ik doe het applaus. Dat is eigenlijk mijn werk, hè. Ah, oké. Okay. Ah, ja. Ah, wel, maar dan gaan we het zo doen, hè. Ja. En dan is het nu tijd voor de tip van Tom. Dat was. En bam erin. Oh, dat ik deze nog mag meemaken. Sven de Leijer die applaudisseert voor mij. Ja, en dat is niet de laatste keer, want zelfs gaan we nog afscheid nemen van de baas. Oh, ja, hij is ook een officiële afscheidnemer van vandaag. Welkom, dag Tom. Ik zag Xavier de Baar niet. Ja, maar iedereen is die bijna vergeten, dus nu kom ik eraan. Dat is goed. Dag Elisabeth. Alles goed? Zeker. Zijn er geraakt? Ik ben er geraakt. Antwerpse bedoeling. Dat is gelukt. Dat is gelukt. Nu, we hadden het daarnet in Comedy Nieuws ook al over een Nederlandse grote held van onze Sven, Theo Maassen. Hij luistert er altijd naar in de auto. Ah ja, dat is waar. Ik ga niks meer zeggen. Ik ga alleen maar. Tegen een Tom heb ik dat al 100 keer verteld. Die is mijn verhaal al kotsbeu. Dus dat... Ik meen dat ik er nu pas bij kom. Snap ik. Maar als ik niet mis ben, heb je nog meer. Van onze noorderburen. Jazeker. De tip van Tom van deze keer is eigenlijk... Het zijn meerdere tips. Mm-hmm. Omdat eigenlijk de noemer... Houdt het op 2 minuten, hè? 2 minuten? Ja. Ik weet niet of ik mij kan houden vandaag, maar de Nederlanders komen eraan. Mm-hmm. En als je onze Instagram gevolgd hebt, hè, dan weet je al dat Theo Maassen komt volgend jaar. En mijn extra voorstelling. En... Brigitte Kaandorp is ook al aangekondigd, dus die komt ook al. Grand Dame van het Nederlands Cabaret. Ja. Ik ben persoonlijk een superfan van haar, dus ik ben altijd heel blij als ze komt. Wat kan ik over Brigitte eigenlijk vertellen? Dat een topvrouw is. Die is ook trouwens hier al geweest. Ze moest naar de Eregalerij vorig jaar met Urbanus van Radio 2. Mm-hmm. Dat is een Oostende. En onderweg is dan hier even gestopt. Even zomaar, dat doet ze dan. Dan kwamen ze even binnen, even langs. Zalig. Vriendelijk. Dat is leuk, hè? Ah, die heeft ook geen zwaar leven, hè? Die heeft geen zwaar leven. Wow. Die kan dat. Maar ik heb daar eens gevraagd van hoe komt dat je zo weinig naar Vlaanderen komt. En ze zegt, ja, ik heb kinderen en dan ben ik bed gekomen. Dat is altijd een heel opdracht. Maar nu zijn al die kinderen de deur uit. Mm-hmm. En heeft ze 2 jaar geleden, denk ik, of 3 jaar geleden, een concertreeks gedaan. Afgelopen zomer
Hij had zijn voorstelling de afgelopen zomer heeft zijn concertreeks gedaan. Maar nu zijn de kinderen echt weg. En die zijn ook weg. Mm-hmm. Die zijn echt uit Nederland. Die zijn echt aan de andere kant van de wereld. En nu heeft ze ook tijd om een keer deftig naar Vlaanderen te komen. Dus dat gaat ze ook doen. Hè. 12 keer komt ze naar ons land. 12 keer? 12 keer. Allemaal grote zalen. Dus dat wordt wel fijn. Dat is in februari 2020. Oh. Theo Maassen is ook februari 2020. En voor de liefdesnestjes onder ons, 14 februari in Antwerpen, kan je zowel naar Brigitte Kaandorp gaan kijken als naar Theo Maassen. Het is wel op hetzelfde moment, dus je kan om te kiezen. Maar Antwerpen is dan wel van de Nederlanders die een dag. Zalig. Elk heel die week. Maar allee, eigenlijk verschrikkelijk. Ik ga die nacht ergens anders slapen. Ja, absoluut. Wat kan ik nog aankondigen? Want de Nederlanders zijn er meer, hè, dan twee. Nienke Plas, die we ook net aangekondigd hebben. Ja, daar hebben we het al uitgebreid over gehad. Knappe madame. Knappe madame en madame. Instagram model. En, ik heb geleerd dat ze mooi gevormde lippen heeft. Daar heb ik hier. Ja, dus ik ga dat ik heb checken. Dat gezicht. Ik ga zelfs niet. Ik ga zwijgen. Dus daar ben ik ook heel benieuwd van. Dat is ook in februari 2020. En dan kan ik eigenlijk nog een paar andere namen lossen. Die we nog niet wisten. Die jullie nog niet weten. Oeh. Maar eigenlijk, Sven weet het allemaal, zal hij het anders even zeggen. Ja, mag ik het zeggen of niet? Want ik zie het niet. Nee, ik laat de eer aan u. Want uiteindelijk heb je het is ook uw verdienste. Dus het zou een beetje erg zijn dat ik er dan plots mee met de plamer op mijn hoed ga zetten. Dus ik ga het gewoon tips van Tom blijven, tips van Tom. Voilà. Dank u, Sven. Ik denk dat ik de namen, dat ik wat namen ga zeggen dat jij nog niet weet. Dus dat is makkelijk. Zullen we zien. Maar we hebben volgend jaar ook de eer om de huidige voorstelling van Joep van Teck te ontvangen. Ooh. Was dat de naam die je... Dat was één van de namen die ik ging zeggen, ja. Dus Joep van Teck komt naar de Capitol in januari 2020. En die kan je ook nog horen trouwens, hè, Joep van Teck. In ja, de we hebben hem gesproken. Hè. We hebben hem gesproken onlangs uitgebreid. Voor de Mens Achter de Lach. En een paar, 2 jaar geleden, heeft hij, of 3 jaar geleden ondertussen, is hij geopereerd geweest aan zijn hart. En dat was toen in een tour die ook in Vlaanderen speelde. Dus dat was er de helft van gecanceld geweest. En dus dat is heel veel gedoe rond geweest, heel veel lange revalidatie gehad. Maar het dartelt terug en we hebben dat dus mogen zelf aan onze lijf mogen ondervinden tijdens dat gesprek. Hij wordt er niet jonger op, maar hij heeft nog altijd heel veel energie. Zeker het gesprek nog eens beluisteren. En dan volgend jaar in januari 2020. Dus laten we zeggen januari, februari volgend jaar. Vrijhouden, niet op skivelen of gaan. Daar zijn de Nederlanders alom vertegenwoordigd. Mm-hmm. Okay. En ik vind dat straf, want dat zijn allemaal supergrote namen. En er komen er nog aan, maar daar ga ik nog niks over vertellen. Spanning erin nou, kan hem. Snap ik. Cliffhanger. Ja, terecht ook. Cliffhanger die hopelijk Sven ze biedt niet. Ik zwijg vanaf nu. Voilà. Merci, Tom. Dat is het. Binnen de 2 minuten? Ik heb niet getimed, jongen. Ja, ik heb echt alle tijd van de wereld. Zo, ja, en dan, Sven, zijn we eigenlijk al aan het einde gekomen? Ja. Nee. Oh, nee. Ah ja, zie, oh. Ik had nu wel een beetje meer emotie. Nee, maar ja, jij kunt hier blijven zitten. Ik moet weg, hè, dus voor mij is het einde veel ingrijpender dan voor u. Dit is jullie bureau. Ik moet gewoon terug naar huis, helemaal alleen. En dan hopen we tot wanneer dit online komt dat ik het kan horen. Dus, ja, tot ja. Dan ga jij ook gewoon thuis in een hoekje zitten. Ja, met mijn iPod. Hè. Ik shuffle door mijn leven. Dus dat gaat op zich wel meevallen. Maar is er zo niet nog iets op het einde van? Ja, ja, we mogen nog één uitsmijter doen. Okay. We mogen nog één. Jij weet echt alles, hè? Ja, maar je moet toch voorbereid zijn als je naar iets komt? Dat is zeker waar. Ik heb ook parking voor de deur, omdat ik hier al 3 dagen ben. Ja. Klein caravanneke mee en ik kampeer in Gent. Met uw trekkersrugzak. Ah, ja, voilà. Gedoucht, uw tanden gepoetst, een beetje schandaal. Dat ging ik nog doen, maar plots was het dan zover. Ik heb ook mijn katsjobotten aan, niet zomaar. Hè. Omdat je moet voorbereid zijn in het leven. Maar dus, ik mag nog wel inderdaad een uitsmijterje doen. En dat is tickets weggeven voor Adriaan van den Hoof. Oh, merci. Niet aan u. Ah. Ik moet nog gaan kijken. Dus ja, dan moet jij heel flink een mailtje sturen met het antwoord op de vraag. En okay. De vraag, je hebt ze zelf geopperd, de vraag, want ja, jij weet alles. Dus misschien moet jij ze dan stellen. Wat moeten de mensen vertellen over Adriaan van den Hoof? Wat moeten ze weten? Ik zou er sowieso zeggen dat er iets persoonlijk bij zit, waar Adriaan dan misschien in zijn show iets mee kan doen. Maar ik zou voor een basisvraag gaan. En, dat is al oefening voor uw quiz eigenlijk. Ja. Doe eens een goede vraag. Een mooi gevormde vraag. Voor een basisvraag die je vrij snel kunt weten, maar die toch de nodige intelligentie vereist. Wat zijn de namen van de 2 zonen van Adriaan? Oké. Okay. Voilà. Tik-tak, tik-tak.
tijd gaat in en... Of moest ik nog iets anders doen? Moest ik nog tic-tac erbij zeggen? Nee, oké. Het antwoord mag je opsturen naar podcast@livecomedy.be. En dan maak je kans om tickets te winnen voor Adriaan van den Hoof. Het antwoord op de vraag die Sven net stelde. Moet ik het voor u nog op papiertje schrijven? Dat nee, ik wou voorstellen, doen? Mensen die de namen van mijn twee kinderen weten, die kunnen dan weer kans maken op tickets voor mijn show. Dus die mogen dat ook gewoon naar u mailen en dan ga jij dat doorgeven. Hè? Dat of... Ja, houd jij het bij uw verzoekjes. Jij hebt uw verzoekjes voor uw show. Wilt, jij vraagt wel veel voor uw show. Hè? Mensen moeten al verzoekplaten insturen. Ja, ik moet ook de ganse avond werken. Hè? Dus mensen mogen er ook iets voor over hebben. Hè? Succes nog, Sven. Dank je wel. En heel erg bedankt om te komen. Hè? Heel graag gedaan. Ik ga nu maar douchen.